bondscoach Dick Advocaat is ook van de partij en ziet dat Anderlecht al na 2 minuten een waarschuwing krijgt. Het schot van Slipička is niet eens zo slecht. Ook al is 0-0 voldoende voor kwalificatie, Ariel Jacobs wil meer tempo in het spel. Giret heeft dat begrepen. Dit is de beste kans voor Paarswit na een half uur. Dan deze mooie 1-2, Lukaku Boussoufa Lukaku. Dat zou 1 of 2-0 kunnen zijn ondertussen in die laatste 4-5 minuten. De veelbesproken supporters van Zagreb laten het niet aan hun hart komen. Begin tweede helft dan. Lukaku opent goed, maar Butina, jawel, ex-Club Brugge is erg alert. 5 minuten later dan gebeurt dit. Meegenomen, met links voorgebracht en naar binnen. Ja, Slipička 0-1. Uitstekende aanval, uitstekende counter. En in de slotfase wordt het nog bibberen voor Anderlecht. Bijna 0-2 via Ibanez. Anderlecht verliest. Dit is een grote ontgoocheling. Je houdt er altijd rekening mee dat het nog niet gedaan is. Maar na de wedstrijdverloop verwacht je niet dat we met 1-0 verliezen hier.